Ik ben Klaasien Ebbens en ik ben Sustainability Manager voor Ocean Nitrogen. En wij als Ocean Nitrogen zijn een grote waterstofproducent, de grootste op Gemelot, ook de grootste gebruiker. Daar ontwikkelen we een aantal projecten voor. De belangrijkste daarvan is CCS, Carbon Capture and Storage, het afvangen van CO2 en opslaan onder de Noordzee. Omdat wij nog wat verder van de kust zitten dan de andere regio's, is dit voor ons de meest kostenefficiënte oplossing. In de komende 10 jaar willen wij als Ocean Nitrogen zeker een bijdrage leveren met waterstof die op een duurzamere manier wordt geproduceerd. Ik trek wel een kanttekening bij groene waterstof. Gemelot ligt ver van de kust vandaan en daarom voorzien we in de komende 10 jaar dat het nog moeilijk zal zijn om dat volledig groen te doen. En kijken we ook naar alternatieven. En daarbij is voor de Gemelot site CCS een hele belangrijke oplossingsrichting. Het afvangen van CO2 en opslaan onder de zee, waarbij je blauwe waterstof maakt. Daarmee kunnen we veel grotere volumes vangen tegen een lagere kostprijs. Daarnaast zie ik dat de site ook zeker energieprojecten zal blijven doen om de huidige waterstofproductie verder te verduurzamen. Dat we biogas gaan gebruiken om waterstof te maken. En tot slot zullen we lokaler kijken hoe we die waterstof kunnen maken uit biomassa of uit afval, omdat dat toch iets beter voorhanden is. Het is ontzettend belangrijk dat internationaal opererende bedrijven en ook Europese opererende bedrijven, wat wij als kunstmestproducent beide doen, dat we een project kunnen verkopen aan onze aandeelhouder. En dat we in Nederland niet iets heel anders doen dan in de rest van Europa of in de rest van de wereld uiteindelijk. Dus dat is in onze ogen echt key voor het laten slagen van deze projecten.